Ja, jongens, leuk dat jullie kijken bij een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. We hebben vuurwerk gezien in de Premier League. We hebben fluitconcerten gezien in Frankrijk. En we hebben Nederlands gezien op de bank. Maar ja, Suleyman, jij hebt echt alles gezien. En op basis van alles wat jij ziet, maak jij een Elftal van de Week? Ja, er is contact geweest met Canada. En hoe? Vertel. Nou ja, ik heb jou natuurlijk de mail gestuurd met de spelers en de cijfers. Maar we zijn vorige week een beetje vergeten om de stats erbij te halen. En toen ik de studio uitstapte, realiseerde ik me al, we hebben het helemaal niet over de statistieken van de spelers gehad. Te weinig. Nou, veel te weinig. En die week daarvoor eigenlijk ook al. Dus ik kreeg een bezorgd mailtje uit Canada. En terecht van, is er een reden dat jullie de statistieken negeren? Zijn ze niet goed? Dus, en hij begon zich zorgen te maken over zijn eigen rol. Of dat hij misschien verkeerde statistieken aanlevert, dat wij het niks vonden. Nou, weet ik wel een aantal mensen die houden niet van statistieken. En andere mensen weer wel. Maar ik moet zeggen, uit Canada, de statistieken, die vallen me niet tegen. En het mailtje wat hij me stuurde zei, ik word heel blij van een aantal spelers als data-fan. Hè, want hij is natuurlijk iemand die bezig is met data en met statistieken. En ik werd ook heel blij van wat ik uit Canada kreeg, moet ik eerlijk zeggen. Vooral, het begon al bij de doelman. Ik dacht, goh, dit is toch goed uitgekozen. Ja, want de doelman is Edgar Badia. Edgar voor Intimi. Voor Intimi, Edgar? Ja, hij heet gewoon Edgar, maar hij heet Edgar Badia inderdaad. Doelman. Ik moet bij Edgar toch aan iemand anders denken, hoor. Ja, ik weet het. Dat is een serie van wat ik de naam even kwijt ben, maar dat weet jij wel. Debiteuren-crediteuren. Debiteuren-crediteuren, inderdaad. Edgar. Edgar. Dat is heel lullig. Ja, precies. Je gaat dat goed nadoen. Maar dat is het doelman van Elche. En hij viel me al op tegen Real Madrid. Want Real had moeite tegen Elche. Barcelona had ook onlangs moeite tegen Elche. En dan was een keeper die en dan noteerde toch Edgar in je achterhoofd. En nu won Elche met 0-1 van Granada, dat is een belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Ja. Weer 3 erbij, dus dat Elche gaat degraderen, dat is onwaarschijnlijk nu. Tegen zijn oude club, hè? Ja, precies. En Edgar, die blijkt, en dat vind ik wel leuk, laten we meteen de statistiek in huis vallen. Sinds zijn debuut voor Elche, dat is in september 2019, heb je natuurlijk, kun je een ranglijst maken van keepers met aantal voorkomen doelpunten. En dan hebben we het over XG tegen en goals tegen en zo. Hè. Er staat Courtois op 1, die heeft 16 goals minder dan je zou moeten verwachten op basis van de kwaliteit van de schoot. Hè? Ja, dat is hebben we het over expected goals. Ja, expected goals. Die houden ze dan tegen inderdaad. Ja. En op basis daarvan komt dit cijfer eruit. Dus Courtois, laten we het in de gewone mensentaal zeggen. Dus Courtois heeft 16 keer een bal gepakt die hij eigenlijk niet had moeten pakken. Nee, wat eigenlijk niet kan. Nou, wat wel kan, want hij heeft ze gepakt. Maar hij heeft... Ja, maar volgens de expected goals tegen niet. Ja, volgens de expected goals tegen niet. Bounou staat daar op plek 2 met 12. Heeft ook wel eens in je elftal gestaan. Precies. En op 3... tot mijn blijdschap, Edgar Badia, met 12,81 expected goals die hij eruit geranseld heeft. En ik neem aan dat je de beelden bekeken hebt. Granada, minuut 2, was al zo'n bal die hij eruit... Was dat die van Neva, dat schot? De eerste minuut dat hij laag over de grond, dat hij die bal pakt met zijn rechterhand. Ja? Ik heb geen idee wie inschoot, maar het zou kunnen dat hij het was. Ja. Minuut 15 weer zo'n redding. En hij pakte ook in de tweede helft een schot van 1,35 meter. Die ranselde die kruising uit. Hij had eigenlijk 3 ballen. Die zijn wel te redden. Ja. Maar misschien dat Pasveer ze niet had gepakt. Ja, maar die bal, volgens mij was het een jongen die kwam door de as. Die kwam 1-1 op Badia terecht. Die pakte hij dus met zijn voeten. En dat was echt wel een normaal gesproken... een doelpunt geeft. Toch? Bij heel veel spitsers dan een doelpunt. Ja, dat was een knappe redding. Maar Edgar Badia, en Xavi zei ook al, wat het moeilijk tegen Elche, want ze hebben een geweldige keeper. En hij staat natuurlijk ook op de lijst bij Luis Enrique. Hij is al een keer opgeroepen door Luis Enrique. Hij heeft al bij de Spaanse ploeg gezeten. Hij heeft nog 0 interlands gespeeld. Ja. Maar de kans is vrij groot dat hij misschien dit jaar in een oefenwedstrijd verdwaald een keer minuten mag maken. Of hij is wel een keeper die in Spanje... Veel jeugdinterlands ook gespeeld. Ja, precies. Hij is ook Europese kampioen geworden in de generatie van Azpilicueta. Want hij is natuurlijk nu 30. Dus die generatie is hij... Nou, 30 moet je terugrekenen. 10 jaar terug. Dus in een jaar of 2012 of zo is hij Europese kampioen geworden met Spanje. Dus groot talent. En nu bij Elche zeer belangrijk als puntenpakker. En de man die doelpunten tegenhoudt. Die je niet tegen kan houden als keeper. Ja. Maar dan kom je in zo'n mooie lijst te staan... Dus toch en wel mooi. Zie je weer dat de statistieken overeenkomen met jouw beeld. Eigenlijk. Toch? Nou, daar gaat het mij helemaal niet om. Maar Courtois op 1 is wel veelzeggend. Hè? 16, dat vind ik echt heel veel, 16,21 doelpunten voorkomen die misschien... Dat zegt ook iets over... Stel je voor dat Courtois in een kleine vormdip terechtkomt... dan gaat Real Madrid misschien wel punten morsen. Er komt natuurlijk een interessante wedstrijd aan. Ik verwacht zo'n
zo'n aantal verwacht ik eigenlijk bij een keeper die moeite heeft, die onderin speelt, die heel veel reddingen moet verrichten. Niet bij en bij Courtois is het dan maar zeggen, ja, je hebt 3-4 momenten, dan moet je er dus staan. En dan vind ik dit wel een heel hoog aantal. Onwaarschijnlijk. Ja. Ook hieronder staat bijgeschreven, dat hij is dus ten opzichte van andere keepers echt onderscheidend en daarmee cruciaal voor lijstbehoud. Ja. Dus dankzij Edgar uit debiteuren, crediteuren, blijft Elsje in La Liga. Dat is toch wel. Is dat ook jouw favoriete personage in die serie of niet? Of ga je dan toch voor Storm of Juffrouw Jannie? Juffrouw Jannie. Ja, ik weet waar dit over gaat en ik heb die filmpjes wel eens voorbij zien komen, maar ik ben niet zo'n fan van dit. Ik kan dit ook niet. Ik kan dit ook niet. Ik ben op een heel andere plek opgegroeid dan jij. Ik kan het ook niet citeren. En het was ook niet heel cool. Jij weet helemaal niet waar ik opgegroeid ben. Nee, maar ik ben op een heel andere plek opgegroeid dan jij. Dat weet ik 100% zeker. Debiteuren, crediteuren was niet het gespreksonderwerp bij ons in die buurt. Er werd wel eens iemand omgelegd, laat ik het zo zeggen. Dus we gingen niet over debiteuren, crediteuren hebben. Nee, dat klopt. Maar we hebben het over Badia, Edgar Badia. Wat voor Edgar. Cijfer? Edgar, nou, een paar van die geweldige reddingen. Een 9,5 voor Edgar. 9,5, top. Zullen we doorgaan naar de volgende? Ja. Connor Cody heeft vorig jaar wel eens in een elftal gestaan. Ja. Kreeg de voorzet van de voorspelbare Neves. Mooie voorzet. Ja, ik vond het wel leuk, want sinds jij hem voorspelbaar hebt genoemd, begint hij heel onvoorspelbare dingen. Hij begint opeens de 16 in te dribbelen. Hij begint diepte te maken. Hij begint ballen van de zijkant voor te geven. Is dit niet de rol van ons programma? Je overschat je nu heel erg je eigen rol. Maar Ruben Neves is echt een topper. En die was ook nu weer belangrijk tegen Everton. En Wolves wint daar met 1-0. Dankzij een kopbal van Connor Cody. En die wint natuurlijk bij Everton. Het is een jongen van Liverpool, hè? Dus hij wint bij de Bayern. Het is één wedstrijd van Liverpool. Precies. En je zag ook de manier waarop hij het vierde. Hij is er niet gewend om doelpunt te maken. Dat blijkt ook wel uit de statistieken. Dit seizoen wel, toch? Dit seizoen, ja, dat is het veranderd. Dit seizoen heeft hij er al 3 gemaakt. En er zijn weinig verdedigers die vaker hebben gescoord. Connor Cody, en ik kan me herinneren dat wij het vorig jaar over hadden. En toen vond jij het, want hij is natuurlijk. Er staat wel, Connor Cody is wel lichamelijk aanwezig. Het is een soort Ron Vlaar, maar dan onverstaanbaar. Ja, en iets bewegelijk. En Ron Vlaar is al moeilijk te verstaan, hè? Dus laat staan. Vind je dat? Ja, dat vind ik wel redelijk moeilijk te volgen als analist. Maar dat is een zijstapje. Kunnen we het later nog over hebben? Nee, helemaal niet. Maar Connor Cody is, als hij een interview geeft, dat is. Platte dialect uit Liverpool. Hè? Dus dat is echt scouser. Mm-hmm. Hoe zeg je dat, scouser? Nee, dat weet ik niet. Oké, maar die is dus moeilijk te verstaan. Yeah, course, mate. Ja, nou, zo praat hij ongeveer. Connor Cody. Ja. Maar wij hadden het vorig jaar, denk ik, over toen hij ook al in het elftal stond. Jij vond hem vooral heel goed in het neerzetten van de defensie. Nou ja, ze spelen met 3 man achterin. Dus je hebt een 3-mans defensie waarbij de backs ook heel veel weg zijn. Waarbij hij grote ruimtes moet verdedigen. Ja. En wat dan opvalt, is dat hij inderdaad heel veel neerzet, stuurt. Schreeuwt. Wat Van Dijk bij Liverpool doet, dat doet hij bij de Wolves. En hij moet grote ruimtes dicht praten eigenlijk. Ja, hij moet grote ruimtes dicht praten, dicht kijken, dicht bewegen. Ja. En als hij in een duel moet komen, is hij wel vrij duidelijk aanwezig in dat duel. Dus als er een spits. Stel je voor, je bent spits van Everton, Richarlison bijvoorbeeld, en er komt een hoge bal en je weet dat Connor Cody in je rug komt. Ja, ik zou alvast opzij stappen, want je wint het duel toch niet. En het is vrij zinloos om dat duel aan te gaan. Dus daar is hij wel ook nog. Het is echt wel een goede Premier League verdediger nu. Ja. Maar het is wel een stabiele factor van de Wolves. En die doen het dit seizoen zeer goed onder een nieuwe trainer. In hetzelfde systeem natuurlijk als de vorige trainer. Vind je het ook nog steeds zo leuk om naar te kijken? Ik vond het eigenlijk nooit leuk om naar te kijken. Vond jij het leuk om naar te kijken? Ik heb wel een periode dat ik het echt wel leuk vond om naar te kijken. Ik heb Wolverhampton nooit leuk gevonden om naar te kijken. Ik vond wel een elftal dat, waarbij Klopp zei, zit goed in elkaar. Dit is echt een interessant elftal. Die maakt het ons ongelooflijk lastig. Ja. Daarom vond ik het leuk om naar te kijken. Omdat zij die topteams zo lastig maakten. Maar nu doen ze het over de gehele linie. Qua resultaten op de ranglijst ook zeer goed. En weet je wel, we hebben natuurlijk veel lof geweest voor bijvoorbeeld West Ham United. Dat op een gegeven moment misschien Champions League voetbal ging halen, ja of nee. Ja. Maar Wolverhampton doen daar niet heel veel voor onder. En die winnen vaak wedstrijden met 1-0, 2-0. Omdat Ruben Neves dingen doet die jij liever niet ziet. Dat is namelijk niets. Gewoon, weet je wel, 1-0. Het is een Portugees, hè? We willen gewoon winnen met 1-0. Hij is eigenlijk op de juiste momenten onvoorspelbaar. Als het kan en als het moet. Ja, maar goed, we hebben het over. Maar geweldige voorzet van Ruben Neves. Zeker, zeker. Ik moest er ook gelijk aan denken. Cijfer voor Cody? Een 8,5. Oké, door naar de volgende. Antonio Rudiger.
Ja, die penetreerde er wel op los, hè? Die penetreerde er wel op. Ja. Dat was echt... Daar is wel, daar heeft Canada wel gelijk in. Ja, ik heb Canada wel geïnstrueerd, hoor. Ik zei, die Antonio Rüger, die penetreert zich helemaal... helemaal de ledlaser, dus daar in die defensie van... De vijandelijke derde. De vijandelijke derde, ja. Maar als je gaat kijken naar Chelsea, speelde natuurlijk met drie man achterin. Hè? En dan was Antonio Rüger de meest linkse man. En die had dan de vrijheid om een beetje aan die linkerzone op te dribbelen. Met de carries, zoals jij dat altijd mooi... Of carries. Carries. Maar nu speelden ze niet in een driemans defensie tegen Newcastle United, maar met vier man achterin. Omdat Reece James geblesseerd geraakt. Er waren eigenlijk geen backs. Ja. Dus Malang Sarr speelde links. Wie speelde nou op de rechtsbackpositie? Ze speelden wel heel anders dan normaal. Maar Chelsea speelde in ieder geval met vier man en hij stond centraal achterin. Met Christensen. En ook in die viermans defensie, want hij gaat misschien natuurlijk naar... Als Chelsea nog bestaat als club en hij nog vrijkomt en daar is hij transfervrij. Ja. En hij kan niet bijtekenen bij Chelsea, want de pinpas is bevroren. Misschien gaat hij dan naar Real Madrid. Want daar spelen ze natuurlijk niet met drie man achterin. Dus hoe gaat dat? Maar zelfs als linker centrale verdediger gaat hij Maar hoe opvallend vind je het? Want we hebben het over de aanvallende derde. Hij als linker centrale verdediger kwam hij dus heel vaak in de... ver op de helft van de tegenstander. Ja. Bij Newcastle. Dat is natuurlijk opdracht van Thomas Tuchel. Die een verdediger... Thiago Silva doet het niet. Dat is vaak de centrale verdediger. Die blijft staan. En dan mogen de andere, dus de linker centrale en de rechter centrale, mogen wel inschuiven. Ja. En nu met twee man neem je eigenlijk nog veel meer risico. Ja, maar dan kan je natuurlijk inbouwen door bijvoorbeeld een van je verdedigende of een van je middenvelders daarvoor. Als Kante speelt, maakt het ook niet zo uit, want Kante dekt alles. Ja. Dat klopt, daar heb je gelijk. En dan neem je nog meer risico. Maar ik weet zeker, Antonio Rüdiger, het is natuurlijk geen toeval dat ik heb het hier staan in de statistieken uit Canada, geen Chelsea-speler zorgt tegen Newcastle United vaker voor penetratie, mooi woord, in de vijandelijke derde dan Rüdiger. 10 keer. Voor een linker centrale verdediger, dat is natuurlijk veel. Dat is in de Premier League tegen Newcastle United. Maar dat moet de opdracht zijn van de trainer. Ja, want een centrale verdediger, hebben we het wel eens vaker over gehad, doet dat niet zoveel. Ja, Sheffield United had toch over de overlappende centerbacks? Ja, maar dat zie je ziet het gewoon nergens. Die blijven gewoon altijd staan. Ja, je ziet het nu wel vaker gebeuren. Je ziet het bij Inter, zie je het nu vaker gebeuren. Alleen die zitten natuurlijk in een moeilijke fase, maar ook Bastoni. Maar wel ook, vanuit een driemansdefensie. Ja, vanuit een driemansdefensie, maar met vier man zie je het zelden. Maar Sheffield United heeft natuurlijk, een aantal trainers geïnspireerd om binnen een 3-5-2 voor een kleine variatie te zorgen. Ja. Want als Rüdiger opkomt, dan er staan natuurlijk twee wingbacks, die houden het veld breed. Ja. Er staan ook al een aantal middenvelders, twee aanvallers in de halfspace. En dan komt Rüdiger erbij. Dan moeten keuzes gemaakt worden. Ja, beeld, hij komt ook echt op je afstormen. Ja, het is niet, hij komt niet met een handtasje de 16 in wandelen en flaneren. Nee, het is wel echt. Er komt wel een bizon de 16 in. Ja, gewoon echt penetreren. Het is wel van dik hout zaagt men planken, zoals ze in Nederland zeggen. Ja, zeker. Heel treffend. Hij is natuurlijk agressief en aanwezig. En als Rüdiger gaat, dan gaat het publiek natuurlijk ook erachter staan. Zolang er nog publiek zit. Want dat is ook wel grappig, hè, bij Chelsea. Dan mogen je weet dat de fanshop dicht is. Ja, zeker. De fanshop is dicht. Ja, maar het is sowieso pijnlijk wat daar de komende periode gaat gebeuren. Ja, Petr Cech die kwam voor de... Want Antonio Rüdiger een 9,5. Nee, dat is overdreven. Antonio Rüdiger een 8,5. 8,5, maar ga door. Petr Cech, natuurlijk, er worden mensen voor de camera gehaald. Want de Chelsea, er is natuurlijk een situatie aan. De club staat te koop. Abramovic vertrokken. Tree wordt overal vandaan gehaald, maar het stond wel op de shirts. Ja. Ze hadden geen shirts. Maar Petr Cech komt voor de camera en in een bijzinnetje zegt: ik weet niet of we het einde van het seizoen halen, maar we zullen van dag tot dag gaan kijken hoe de situatie zich ontvouwt hier bij onze club. Je ziet Thomas Tuchel woorden in dezelfde strekking bezigen. In hoeverre verbaas je dat? Want Abramovic heeft op een gegeven moment aangegeven van ik ga het verkopen en ik zorg dat Chelsea er geen hinder van gaat ondervinden, laat maar zeggen. Ja, dat was het lachwekkend. Dat is niet echt gebeurd. Ja. Nee, ze zijn natuurlijk op de achtergrond denk ik wel bij Chelsea bezig met in ieder geval het seizoen uitspelen en dan maar kijken hoe de situatie is.
Maar ja, het gaat natuurlijk het een en ander veranderen. En als die tegoeden bevroren blijven en ze kunnen bijvoorbeeld niet ingeschreven worden voor het jaar erop. Ja, dan krijg je met point deduction te maken en zo. Wat Derby County bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Hè. Ja, dan ga je ook kijken, wat is je contract dan nog waard? Op het moment dat dat soort zaken gaan spelen. Als je al hoort dat een aantal spelers, of bijna de hele selectie, advocaten erop hebben gezet om te kijken hoe die contract, hoe dat precies zit. Want je wil natuurlijk, ik neem aan dat Lukaku ook denkt... Ja, ik heb geen zin om met Chelsea tegen degradatie te gaan voetballen. Alhoewel, het is ook weer niet ondenkbaar. En als je gaat kijken, de recente historie zelfs, ook Juve is ook natuurlijk teruggezet vanwege bepaalde... het is een hele andere situatie, maar Calciopoli, het gokschandaal destijds... een aantal spelers is toen gebleven, ja. Buffon. Ja. Slaat al niet, hè? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk spelers, broodvoetballers. En daar heeft Chelsea er heel veel van. En ik denk dat er een aantal clubs nu zitten loeren op de trainer, op N'Golo Kante. En zo kun je de hele selectie afgaan. Ja. Allerlei transfervrije spelers. Barcelona wil Christensen hebben. Dus dat is soms wel in het voetbal. Er wordt nu naar Chelsea gekeken als de club die omvalt. En iedereen kijkt ernaar, al wat erg, al wat zielig. Ondertussen pikken we alles wat we pikken kunnen, weet je wel. Andere clubs die zijn toch bezig met spelers verleiden die... bij Chelsea. En eigenlijk moet je dan zo'n gentleman's agreement... want wat kunnen die spelers er in principe aan doen? Ja, maar een gentleman agreement is natuurlijk vaak wel... als er een bepaalde sympathie over en weer is. En ja, dat is natuurlijk totaal niet. De vraag is of Chelsea enig sympathie heeft met wat er in de laatste jaren... Totaal niet. Want Chelsea kwam in 2003 natuurlijk in handen van Abramovich. En toen is daar die hele competitie op zijn kop gezet. Ja. Arsenal werd uitgelachen met David Dean en zo. Maar ook van binnenlandse transfers die natuurlijk pijn hebben gedaan. Dus nu is het de payback time in principe voor een aantal supporters richting Chelsea. Dus daar heb je helemaal geen goed voor. Maar Chelsea is natuurlijk ook gewoon een club... waar gewone mensen naartoe gaan die het wel aan hun hart gaan. Dus ik zit niet met leedvermaak naar Chelsea en de ontmanteling van die club te kijken. Maar goed, ze hebben met 1-0 gewonnen van Newcastle, waar natuurlijk ook een nieuwe eigenaar is. En waar ook het een en ander over gezegd kan worden. Ja. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Die goal trouwens, kunnen we dat nog wel even bespreken? Ja, en was Antonio Rudiger natuurlijk bij betrokken, hè, bij de goal. Ja, want voor assist, hij geeft tik de bal breed op Jorginho. Dat moet je natuurlijk wel zien. Ja. Een tikje breed. En Jorginho die paast richting Kai Havertz. Maar gaat vooral om de aanname en dan een tikje daarna. Ja. En de snelheid van handelen. En vooral de fluweelzachte voet. Mooi moment. Een hoogtepunt. Hoogtepunt. Als we hebben het over penetratie gehad. En er moet altijd een hoogtepunt zijn. Dan was Kai Havertz het hoogtepunt. Een hoogtepunt, ja. Het is wel mooi rond nu het verhaal over penetratie. Ja, zeker. Ja. Ja, een soort van, we moeten er maar... Zullen we doorgaan naar de volgende? Jij hebt allerlei rare associaties. Ik zeg gewoon, we hebben dan de penetratie gehad van Rudiger. En dan moet je een hoogtepunt hebben, 1-0. Dat noem je de ejaculatie dan? Nee, dat noem ik helemaal niet ejaculatie. Maar waar praat je dan toch over? Over het hoogtepunt van de wedstrijd, Kai Havertz. Oké. Ik denk, je bent de jeugdige kijkers, gewoon wat extra informatie. Nee, dit is geen seksuele voorlichting. Oké. Het is trouwens wel een leuke alternatieve manier van voorlichten. Ja, toch? Ja. Ja, een beetje spelende wijs. Ja. Oké. Zullen we naar de volgende? Zeker. Alexander Djiku. Ja. Verdediger van Straatsburg. Ja. Jij mag introduceren. Mag ik me introduceren? Ja. Mijn beeld van de jongen. Ja. Ik heb beelden gezien. Goed in de duels. Goed rechterbeen. Goed in de passing. Eigenlijk gewoon een hele degelijke verdediger. Vind je het een simpele verdediger? Nee, in zijn keuze niet. Want het is wel veel voorwaarts. Maar hij is gewoon degelijk. Betrouwbaar. Maar wel veel voorwaarts. Ja, en Strasbourg. Ik heb natuurlijk ook expres... Ik wilde ook weten het geheim van Strasbourg. Want die staan er best goed voor in de Franse competitie. Die staan nu vierde in de league. En die kunnen misschien gewoon een Champions League kwalificatie halen. Die spelen met 3 man achterin. Sinds begin van het seizoen. Hij is de linker centrale dan, hè? Hij is de linker centrale verdediger. Ze hebben natuurlijk een nieuwe trainer ook. Julien Stéphan was trainer van Stade Rennes. Ja. Een tijdje geleden. En die is nu trainer van Strasbourg. En die heeft daar eigenlijk voor een mentaliteitsverandering en voor een... tactiekverandering gezorgd. Maar Strasbourg is dit seizoen lastig te verslaan. Het is een ploeg die als een team voetbalt, compact is. En hij is daar onderdeel van, Alexander Djiku. En tot mijn vreugde heb ik ook met hem een leuk interview kunnen vinden. Oh, vertel. Dat wist ik helemaal niet. Maar hij wordt Van Djiku genoemd. Het zijn medespelers op het trainingsveld. Als hij aan de bal komt, hij heet Van Dijk. Van Djiku. Dat is mooi. Zo'n soort bijnaam.
Dat vind ik wel leuk om, ja, dat is zeker om leuk, te ja. lezen. En hij is ook een jongen die, die heel erg bezig is, zoals jij dat ook bent en Pieter Zwart bijvoorbeeld ook. Maar dat doet hij ook al jaren. En dat zie je, hij speelt vaak naar voren, maar hij heeft zijn eigen tactisch analist. Wat naast de, binnen de club heb je natuurlijk een video. Oh, Steven de Vrij ook. Wat Steven de Vrij ook heeft, maar daar is hij al jaren mee bezig. En hij heeft ook een V-Scout abonnement. En daar heeft hij er ook, in dat interview vertelt hij er ook over dat hij al zijn wedstrijden bekijkt, maar ook de aankomende tegenstanders. En vooral de laatste 4-5 wedstrijden, omdat het bij spitsen vorm van het moment best belangrijk is wat in, in de keuze die ze maken. En als je allemaal beelden kijkt van 2 jaar terug van een spits, maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Je moet kijken nu, wat ze nu doen. En dus hij is in de voorbereiding is hij heel precies, heel erg methodisch. En dat vond ik wel interessant om te lezen, dat ook een zo'n jongen als Alexander Djiku, als je hem ziet spelen, denk je, oh, robuuste, sterke verdediger. Ja. Maar die is dus ook meer met zijn hoofd bezig. Dan... Snap jij wel dat hij van Djiku genoemd wordt? Ja, want hij is natuurlijk fysiek aanwezig en hij is wat groter dan zo'n ploeggenoten. Ja. En als je Van Dijk, bedoel, heb je de beelden gezien dat Luis Diaz voor het eerst op de club komt, wordt rondgeleid en dan komt hij Van Dijk tegen. En hij kijkt zo omhoog. En Virgil, en dan Klop komt binnen en hij is big, hè. En in Spaans zei hij dat, en yeah, he's very big. Weet je wel, ja, dat is nogal wat. Als je groot bent, ja. dan maak je indruk. En daarom heet deze jongen niet Djiku, maar Van Djiku. Ja. Maar ik ben helemaal mijn verhaal kwijt. Oh ja, Strasbourg. Ja, daar gaan we misschien nog wel meer van zien. En ook weer in Europa opnieuw. En hij heeft nog helemaal niet over de omhang gehad. Hè? Ja, daar wil ik naartoe werken. Want hij scoort natuurlijk in de eerste helft. En in hetzelfde interview stond dat hij... Van Dijk scoort natuurlijk regelmatig. Ja. En hij zei, hij heet dan wel Van Djiku. Maar het stoorde hem eigenlijk wel dat hij nooit scoorde. Tot afgelopen weekend. Maar hoe ook. En omhaal. Hij scoorde met een omhaal. Dus dat is wel een mooie manier om jezelf te introduceren hier in Nederland aan de kijkers van het Elf van de Week. Die staat al voor het eerst na 55 wedstrijden droog te hebben gezien. Ja, ja, hij is elke training, dat stond ook in het interview, in december 2021 in SoFoot, stond het interview voor de mensen die het willen lezen. Ja. Hij is sinds het begin van het seizoen eigenlijk na elke training bezig, à la Cristiano Ronaldo, met scoren. Dus hij is ook verdediger, hij is bezig met wie scout en wie, tegen wie spelen we. En binnen de club vinden ze het allemaal prima dat hij dat doet. Maar hij is ook bezig om scorend vermogen te creëren door na de training. Is hij daar al lang mee bezig? Ja, al een jaar. Dus het heeft een jaar geduurd. Dan duurt het wel lang, hè? Nou ja, maar uiteindelijk zijn, ja, ja, je moet er kritisch zijn, maar uiteindelijk werpt het zijn vruchten af. Maar ik vind het een mooie ontdekking, deze Alexander Djiku van Strasbourg. Ja. Toch wel een van de betere verdedigers in de Ligue 1. En we hebben natuurlijk Bremer gehad, die bij Torino speelt. Die, die heb ik ook weer genoteerd. Die speelde zo goed tegen Inter. Maar ik wil niet elke week dezelfde, want ik moet af en toe een ander introduceren. Maar bij deze Alexander Djiku of Van Djiku. Van Djiku. Ja, wat voor cijfer geef je aan Van Djiku? Nou, vanwege die omhaal een 9,5. Oké, gaan we door naar de volgende. Benjamin Bourigeaud, zeg ik dat goed? Benjamin Bourigeaud, ja, Bourigeaud. Het statistiekenmonster, hè? Ook al. Ja, hij nee. Hij rechts van Maier. Die hebben we eerder gehad in Delta. Ja. Die was ook weer goed trouwens. Ja. Goeie speler. Ja, ik wil hier wel iets over, want Benjamin Bourigeaud, dat is een van de favoriete spelers van Canada. Ja, nou ja, dat is ook wel duidelijk. Ik kan de naam natuurlijk, Micha. Micha. Die heeft me al een aantal keer in een bijzinnetje in een mail gestuurd. Ik hoop, dit wordt een keer tijd voor Benjamin Bourigeaud. Dat is zo'n aparte speler qua statistieken. Ja, die statistieken, laten we er gewoon meteen mee in huis vallen. En misschien kunnen we het erover hebben wat jij misschien ervan vindt. Er staat ook yes tussen haken, zie ik nu staan. Mooi. Helemaal blij, hè? Maar Benjamin Bourigeaud, die heeft de meeste kansen gecreëerd dit seizoen in de grote 5 competities. Dus heb je het over de Serie A, de Premier League, alle grote competities, La Liga. Het aantal schrok, ik kan niet verwachten dat zoveel... Hij heeft 90 kansen gecreëerd. Op nummer 2 Payet, 85. Payet is ook een fenomeen trouwens. Op 3 Fernandes, Bruno Fernandes, 76. Op 4 Alexander Arnold, 75. En dan Muren en Mounahin. Dus hij wel in een rijtje topspelers. Ja. Maar dan ben je Benjamin Bourigeaud. Waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, Payet, jij geeft terecht aan, dat is een geweldspeler. Ja. Daarvan kennen we van links, prachtige voorzet, dat is zijn wapen. Ja. Wat is zijn wapen? Nou, Benjamin Bourigeaud, jaren terug, toen hij nog een blond kopje had. Jij was vroeger ook een beetje zo'n blond jochie met een dun spitskopje. Hij had vroeger ook een blond kopje, een spitskopje. Een beetje zo'n ingevallen Becky, een jonge speler. Toen werd hij een speler genoemd met de trap van David Beckham. Nou, dat heeft hij inderdaad. Hij heeft een geweldig, precies
schot waarmee die spelers... Uitdraaiende voorzet. Precies, dat heeft hij. Dus hij heeft een geweldige trap. Maar hij heeft ook nog heel veel meer loopvermogen. Die cijfers staan hier niet, maar ik ken ook een aantal andere cijfers, alternatieve cijfers. Zijn doelpunt, paas van Maier, dat is een goede loopactie. Ja, maar hij heeft diepgang, hij heeft dynamiek. Maar hij is ook de speler die in die grote vijf... Er zijn weinig spelers die meer meters afleggen. En dan heb ik het over een aantal kilometers dan Benjamin Bourigeaud. Dus ja. Je moet aan David Beckham denken. Maar dan in David Beckham, die continu op die rechterflank... en ook een beetje in het centrum, overal aanwezig is. En als hij de bal aanneemt, altijd bezig is met het creëren van mogelijkheid... tot het creëren van kansen. Ja. Dus ja, het is een statistiekenmonster. Dus iemand die in heel veel statistieken... aanwezig is, maar vooral heel veel kansen creëert. En Lovro Maier is een speler, daar ga je goed voor zitten. En dan, mooie paas, mooi weggedraaid. Goed gezien. Maar Bourigeaud is meer van het recht toe, recht aan. Ja, maar toch kans. Is dat wel prettig, want zij staan dicht bij elkaar. Hij speelt echt aan de rechterkant en Maier speelt iets links van hem. Maar dat soort spelers ook, omdat ze verschillende kwaliteiten hebben, dat maakt toch ook een elftal? Ja. Ja. Toch? Ja, tuurlijk. Dit is... Santa Maria, je hebt de controleur, je hebt de createur, je hebt Bourigeaud, het statistiekenmonster. Dan heb je ook nog recht toe, recht aanspitsen. Het elftal zit goed in elkaar en daarom doet Stad René het zo goed in die competitie. Maar laten we nog één statistiek, want dat is ook wel bijzonder statistiek eigenlijk. Want het gaat vaak over spelhervattingen en dat soort zaken natuurlijk. En die zijn heel belangrijk in het internationale topvoetbal. Ja. Maar de meeste kansen gecreëerd uit spelhervattingen in de grote vijf competities dit seizoen staat hij ook bovenaan. En dat is wel logisch als je veel kansen gecreëerd hebt, dat je daarin hoog staat. Maar op één Bourigeaud, 48 kansen uit spelhervatting. Dus zijn trap is echt à la Beckham. Hè? Dat is echt iemand die gewoon, als er een bal ergens aan de zijkant ligt, dan mikt hij hem gewoon op het hoofd van iemand die hem moet hebben. Dus hij geeft geen voorzet. Nou, hij mikt hem gericht naar iemand toe en die hoeft hem eigenlijk alleen maar binnen te tikken. Maar wat me opviel, die paas die hij geeft, dat zijn van die harde dalende ballen. Ballen. Ja, dat zijn van die David Beckham ballen. Ja. En op twee Ward-Prowse, nou, we weten dat is ook een fenomeen. Ja. Hè? Qua traptechniek. En op gedeelte tweede, Chalanolo is ook een fenomeen op dat gebied. En één zo'n speler moet je eigenlijk in je elftal hebben. Iemand die per wedstrijd een kans of 5-8 creëert, misschien wel 5-4 met dat soort situaties. Ja. En dan daarnaast ook nog eens gewoon ongelooflijk hard werk, want het is een statistiekenmonster, Benjamin Bourigeaud. Wat voor cijfer? Een 9. Een 9. Door naar de volgende, Thomas Partey. Eén van de controleurs van Arteta, belangrijk met een rake kopbal. Ik vond hem eerlijk gezegd niet zo opvallend spelen. Maar wat is dan de reden dat je toch voor hem kiest? Ik zat Arsenal tegen Leicester te kijken. Ondertussen ook mijn dochter eten te geven. Kan je dat tegelijk? Normaal ben je heel geconcentreerd. Maar ik was vrij geconcentreerd. En daar moet ik lachen. Want ik was op een gegeven moment begon mijn dochter te protesteren en te slaan op tafel. Want ik had er al een paar minuten geen hapje gegeven. Dus die begon te gillen. Want ik was in die wedstrijd geraakt. Ja. En ja, kijk, Partey is natuurlijk... het is geen technisch verfijnde speler. Het is niet zo dat als hij een bal aanneemt dat je denkt, wauw, wat een aanname. Nee. Dat is helemaal niet zo. Maar om naast een topper te zetten is hij ideaal. Ja, maar hij kopt die bal natuurlijk binnen en dat valt op. En hij is ook aanwezig bij de tweede, de penalty. Hij kopt natuurlijk die bal op de hand en er komt strafschop uit. Hij schoot ook nog een bal op de lat, geloof ik. Hè? Was hij? Ja, was hij. Maar wat hij goed doet, is als de linksback onderweg is, als Xhaka weer op avontuur gaat, toch dat... Wat Casemiro, die rol die Casemiro heeft bij Real Madrid. En dat vind ik toch wel goed gezien van Arsenal. Er is veel geld voor betaald voor Thomas Partey. En dan denk je van ja, man. Dat is altijd een beetje gekke transfer, hè, voor je gevoel. Ja, voor je gevoel denk je zoveel geld voor zo'n beperkte speler. Maar beperkte spelers kunnen ook heel belangrijk zijn voor een ploeg. Iedereen vindt Casemiro ook maar beperkt. Maar je ziet maar wat er gebeurt als je hem niet hebt. Thomas Partey, met als zonder, blijkt ook uit de statistieken, is een wereld van verschil. Omdat hij bezig is met waar eventueel de tegenstander gevaarlijk kan worden. Oké, maar dan deze weer. Want dat wordt over Casemiro ook gezegd. Maar als je 90 minuten naar Real Madrid kijkt, dan kan iedereen zien, Casemiro heeft veel waarde voor Real Madrid. Eens? Ja. Nou, los van de statistieken, als ik terugkijk naar die wedstrijd, natuurlijk die kopbal en waar het tweede doelpunt uit voortkomt. Maar het is niet zo dat je echt, dat je zijn optreden nog kan herinneren. Maar was het nodig, is de vraag. Was het nodig dat Thomas Partey in die wedstrijd opviel of niet? Je moet ook soms... En dat is de kwaliteit van goede verdedigende middenvelders. Dat je denkt,
ik hoef nu niet even die dieptebal te geven. Het kan nu ook gewoon het simpele balletje temporiseren. Bal aan Saka geven. Prima. Ja. Ja, kijk. Het ziet er bij hem niet... laten we het eerlijk zijn, het is houterig wat hij doet. Het is niet vrij om naar te kijken. Maar ik denk wel dat hij... En ik denk, hij wordt vertrouwd door Arteta. En op die plek, op het middenveld, gaat het niet om hoe goed je kan voetballen. Het gaat erom hoe goed je risico's kunt inschatten. En dat kunnen wij niet zien. Hè? Want zij hebben best veel avontuurlijke spelers om hem heen staan. Nou ja, Saka is avontuurlijker dan Partey. Terwijl die ook natuurlijk een defensieve rol heeft in principe. Ja. En het gaat er ook om... En als je naar Arsenal kijkt hoe dat staat, hè, met eigenlijk Saka en Martinelli omhoog... De spits eigenlijk als aanspelpunt. Ja. En dan Ødegaard zit vaak meer naar rechts. Hè? En dan komt Saka in het gat wat Ødegaard een beetje laat. En Partey die cirkelt daaromheen. Mocht Ødegaard de bal verspelen, dan kan hij of druk zetten. Een maandje steeds, laat maar zeggen, waar die bal geweest is. Ja, dus er zit een heel erg bepaalde structuur in. En spelen elke week met nu bij dezelfde elf. En ja, hij viel mij op. En mij niet alleen, want ik kreeg toch een paar mensen... op Instagram in de DM binnen van Thomas Partey in de elftal van de week. En onafhankelijk van hen, want het is niet zo dat ik me laat sturen door die mensen. Maar ze hebben wel allemaal gelijk en verstand van voetbal. Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is niet... Kijk, Casemiro is wel verfijnder. Maar... Ja, maar ik heb wel het gevoel, je kijkt naar een wedstrijd van Arsenal... en je kan eigenlijk, dan ga je nadenken, Partey, hoe speelde die eigenlijk? Dan weet je het niet meer. Dat is ook heel goed. Maar bij Casemiro heb je toch in ieder geval altijd die paar... 1, 2, 3 ingrepen. Jij kan het je herinneren, maar de gemiddelde kijker heeft geen idee of Casemiro wel of niet mee heeft gedaan. En dat is goed. Behalve de mensen die in jouw DM zitten. Behalve de mensen die in mijn DM zitten. Maar dat zijn ook bijzondere, unieke mensen. Bijzondere, unieke mensen. Top. Cijfer Partey? Een 9. 9. Door naar de volgende. Vincenzo Grifo. Ja. De vrije trap. Ja, ik heb hem eigenlijk niet alleen om die reden geselecteerd. Maar hij schiet wel vaker een vrije trap binnen. Maar dat is ook een jongen met een geweldige traptechniek. Rechterbeen. Hij schoot die 1-0 binnen natuurlijk. Hè? Ja. En we hebben het over Strasbourg. Club die verrassend presteert. Maar wat Freiburg natuurlijk nu presteert. We hebben Slotterbeck gehad. Die een geweldige goal maakte. Ja. Slotterbeck schoot de winnende. 3-2 binnen. Nico Slotterbeck. Ja, zeker. Zijn broer Kevin speelde ook. Kevin Slotterbeck. Zeker. Speelde naast elkaar. Maar Vincenzo Grifo is eigenlijk al jaren een van de smaakmakers van Freiburg. En met zijn traptechniek een opvallende speler. En als je dan twee keer scoort, aanname volley de 2-0. Ik heb hier even staan. Oh ja, de 3-2 van Slotterbeck, die wilde ik even noemen. Maar dit is wel een vrijere speler om naar te kijken. Iemand die op techniek voetbalt. Weet je, ik moest denken, niet alleen de naam hoor, dat het rijmt. Ik moest aan Enzo Schifo denken. Ja, dat kan. Ook zo mooi trappen. Echt een mooie speler was dat. En dat heeft deze jongen ook. Ja, dit is echt een verfijnde voetballer voor zo'n club. Hij is eigenlijk te goed voor Freiburg misschien wel. Ja, want die tweede goal, het is mooi binnengeschoten, maar misschien de aanname is wel fraaier. Ja, ik vond de eerste goal wel mooier, hoor, maar de tweede goal zat er ook aardig in. Ja, en ik vind dat Freiburg, dat is toch knap dat zo'n club presteert. We hebben het heel vaak over Paris Saint-Germain en Ruben houdt van de soapserie in Parijs. We hebben het heel vaak over City en over al die grote clubs, Bayern München. Maar Freiburg speelt in dezelfde competitie als Bayern München en Dortmund. En ze doen het niet zo heel veel slechter dan Bayern München en Dortmund. En als je ziet met wat voor bescheiden middelen zij presteren en wie daar in het elftal staan. Als je die namen opnoemt en je denkt, goh, hoe kan dat? Dat is dan ook weer zo'n elftal. Je hebt soms van die teams die komen dan op en die presteren een aantal jaren goed. En vervolgens wordt het helemaal leeggekocht. Is dat ook de angst die nu... Nee, want het is niet zo dat Freiburg dat daar de kwaliteit tegen de plinten klotst. Slotterbeck gaat weg. Die is te goed geworden voor Freiburg en die gaat naar Dortmund of naar Bayern of zo'n club. En dan wordt Grifo nog niet? Grifo speelt al een tijdje. En ik denk dat Grifo is een goede voetballer. Maar het is niet zo dat hij ons omver blaast met zijn kwaliteit. Dus ik vind het voor die club een geweldige speler. En misschien kan hij een keer naar Wolfsburg. Of naar Italië, natuurlijk. Ja, het is een mooie speler om naar te kijken. Ja. We hebben het natuurlijk vaker gehad over Canales, Fekir en noem het allemaal op. Maar dat zijn spelers die je wekelijks moet zien. Ja. En dat geldt voor hem misschien ook wel. Dat je zegt, ga niet te snel omhoog, maar zorg dat je wekelijks speelt. Ik zou als Freiburg supporter heel blij zijn met zo'n voetballer die als je een bal neerlegt rond 16 meter, de vrije trap, dan ga je er goed voor zitten, want dan kan je erin gaan. Ja, over een mooi vallende bal gesproken. Fijn, ja. Het daalt ook aardig. Ja. Wat voor cijfer krijgt Grifo van jou? Een 9. Een 9, oké. Door naar de volgende, Christopher Nkunku. Los van de statistieken, als ik naar beelden van Nkunku kijk, dan... Het gaat snel, hè? Forsberg, ja, het gaat heel snel. Maar ik heb voor mijn gevoel ook het idee dat Forsberg daar altijd een rol in speelt.
die connectie, dat die ja, echt klopt. Ja, het is wel, ja, maar dat is wel belangrijk natuurlijk. Want een Nkunku kan wel heel snel zijn. Maar als de connectie er niet is, dan loop je tegen een muur op. Ja, een raket moet wel afgeschoten worden. Nou ja, dan moet iemand wel richting geven aan de snelheid van een Nkunku. Maar dit is wel een speler die hij heeft talent en heeft kwaliteiten. En hij is natuurlijk naar Leipzig gehaald omdat hij een bepaald soort profiel heeft. Ja. Maar hij is wel de afgelopen jaren vrij compleet geworden. En hij heeft die snelheid die hij al heeft. Die net als je de turboknop drukt. Ja. Als hij in stelling wordt gebracht of aan de bal diepte ingaat. Of als hij aan een actie begint. Timo Werner had het natuurlijk ook in zijn tijd. Zeker. Het is allemaal op de hoogste snelheid. Maar de statistieken gaan nu wel richting... richting Salah en dat soort aantallen. Hè. Dat is wel, laten we het even kijken hier. Hij heeft 38 goals en assists in 38 wedstrijden. Dit is na de wedstrijd tegen Greutevuur van afgelopen weekend. 26 doelpunten en 12 assists. Dat is echt ongekend. En van alle spelers uit de grote vijf competities, alleen Lewandowski, Benzema en Mbappé vaker direct betrokken bij een goal dan een Nkunku. Dus dit is een van de beste voetballers op aarde op dit moment. Alleen hij speelt nog bij Leipzig en... dit is nou zo'n speler, dat als hij door Liverpool wordt weggekaapt, dat hij dan op dat niveau misschien, zoals Luis Diaz nu doet, het ook kan gaan waarmaken. Weet je, als hij een goede keuze maakt qua club en niet bij een club terechtkomt, denk ik, Christopher Nkunku, ach. Maar wat zeg je altijd? Je moet niet te snel iemand wegschrijven, toch? Nee, maar hij is natuurlijk nu al een tijdje aanwezig bij Leipzig. En ik denk wel dat hij nu de stap moet gaan maken komende zomer. Maar er zullen clubs komen, want United wil hem hebben. En er is sprake van Mbappé, hem... opvolger. Moet hij worden misschien. Maar zie jij hem niet, als je nou naar een Nkunku kijkt, dat zou toch een perfecte speler voor Liverpool zijn? Ja, opwacht natuurlijk, als je hem ziet spelen, denk je dat de turboknop is ingedrukt. Het gaat allemaal zo ongelooflijk snel. Dat geldt ook voor Salah, dat geldt ook voor Mané, en dat geldt ook voor Timo Werner. Alleen Timo Werner is tot stilstand gekomen bij Chelsea, omdat het net niet allemaal... Ja, haal dat net niet meer weg hoor. Ja, het lukt niets meer. Dus de keuze die hij maakt, die is wel belangrijk. Maar dit is wel een jongen die met een goede trainer... Ja, misschien wel Bayern München, weet je wel, zo'n club. Dit zou ik ook wel kunnen denken. Dat je denkt, nou, die statistieken zijn wel echt indrukwekkend. Alleen Benzema, Mbappé en Lewandowski. Voor een jongen van Leipzig. Nou ja, je moet ook kijken van wat voor spelers heb je om je heen staan. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met de spelers die bovenin staan. Jij noemde het Forsberg. Forsberg is natuurlijk wel een speler die het plaatje in ogen heeft. En die zichzelf eigenlijk wegcijfert voor een Nkunku. En die hem wegstuurt. En die in die kleine combinaties heel sterk is met paser. Hem. Ja, een goede paser. Maar een Nkunku is ook een jongen die goede vrije trappen kan nemen. Die zit ook nog eens, hij is ook, behalve snel, is hij ook nog eens echt een goede voetbal. Iemand die veel techniek heeft. En spelmakerkwaliteiten. Dus dat is wel. Er komen allerlei kwaliteiten bij hem samen. Het is nog een jonge jongen. En dit gaat wel een toptransfer worden, waarschijnlijk. Ja, want die aantallen haalt hij echt pas sinds dit seizoen. Hè? Ja. Want dat was in de voorgaande seizoenen, bleef dat wel echt achterwege nog. Nou, ik heb het hier staan. Hij heeft dit seizoen vaker gescoord dan in zijn 6 voorgaande seizoenen bij elkaar. Dus hij is dit seizoen volledig ontploft. Volledig ontploft? Ja. Oké, okay. Wat krijgt een volledig ontplofte Nkunku voor jou? Een 9. En door naar de volgende, Ousmane Dembele. En ik wil eigenlijk alleen maar weten, welke 3 vrije assist, voor welke assist ga jij? Ik heb een lichte voorkeur voor assist 3. Ik vond de bal op Ferran Torres... Dat is wel een connectie trouwens, hè? Ja, ik vond de assist op Ferran Torres mooi, omdat die andere assist die hij gaf op Aubameyang, geloof ik. Was het Aubameyang? Ja, dat vind ik een bal, die snap ik, van... Ousmane Dembele, die legt hem daar neer in de hoop dat hij er tegenaan... Ja, loopt hij niet tegenaan, dan is degene die achter hem loopt. Dus die bal begrijp ik. Van Ousmane Dembele. Waarbij de paas van Ousmane Dembele op Ferran Torres moest ik toch denken... Goh, hij heeft wel opgelet tijdens trainen. Hoe Messi dat doet. Ja, maar ja, zo'n trekbal waar je deed van Messi op Suarez. Ja Messi Suarez. Ja. Nou, die wedstrijd, die paas op Ferran Torres lukte. Een aantal paases lukte net niet, maar hij was die eerste helft echt een paasmachine. Een steekpaasmachine. Ja. De ene naar de andere. Het bleef maar komen. Jeetje, wat heeft Ousmane Dembele vanochtend gegeten? Vanavond? Is zijn grootste ontwikkeling zijn overzicht geweest? Want die derde, kijk, los van het feit dat die bal toevallig op Ricky Poets is. Normaal gesproken gaf hij altijd die bal blind voor, toch? Ja. En nu bewaart hij toch het overzicht. Hij is rustiger, weinig balverlies. Zelfvertrouwen is wel belangrijk bij een voetbal. Je lekker voelen, niet elke keer aan de kant worden gehaald. Niet elke keer op de bank moeten beginnen. Hij speelt nu... Aan de rechterkant, in een heel duidelijk systeem, met Dani Alves achter hem, die als hij verkeerd staat zegt, hey jongen, ga die kant op, naar rechts. Je ziet ook Dani Alves af en toe tijdens
tijdens een dribbel tegen Dembele zeggen naar voren, naar voren. Is hij de reden dat hij dan zo goed speelt? Ja, ik denk dat Dani Alves een zeer belangrijke factor is in binnen die groep. Maar ook om Ousmane Dembele te positioneren. En Xavi natuurlijk ook. Xavi doet heel erg veel aan video, individuele videobegeleiding. Dus die moeten die jongens, sommige jongens meer. En daar heeft Frenkie de Jong in The Guardian een interview over gegeven. Die ook eens in de twee weken moet ik langskomen. En dan krijg ik een Xavi videoles. Waar kan ik beter staan? Wanneer kan ik wel dribbelen? Wanneer kan ik niet dribbelen? Dat soort zaken. Ja. En Xavi heeft er ook iets over gezegd. Hij zei, ik hoef Sergio Busquets niet meer te vertellen wat hij moet doen. Dat is duidelijk. Pedri eigenlijk ook niet. Want die kennelijk snapt hij alles. Die is nu al uitgeleerd op zijn 18e. Dat schijnt uitgeleerd te zijn, heeft Xavi gezegd. Ja. Ousmane Dembele zit wel vaak videoles. Toen komt hij in, krijgt hij... Komt hij wel op tijd? Hij schijnt ook nog eens, daarom speelt hij ook zo vaak. Ja. Hij schijnt ook nog eens op tijd te komen. Dus kennelijk heeft hij iets veranderd. En dat zal vast wel uitkomen dat hij misschien voorlopig de klik heeft gemaakt. Op tijd is op trainingen, maar ook op tijd is bij die videosessies. Want jij houdt van agenda werken en schema's. Hè? En Xavi is daar ook heel erg van. Nee, maar serieus. Hou ik daarvan? Ja, daar hou je van. Je houdt van orde en discipline. En je probeert soms een klein beetje orde in een complete chaos te creëren. Ik heb het rooster nog niet ontvangen hoor, van deze week. Ja, maar je houdt van roosters maken. En Xavi houdt van videoroosters maken. Dus die maakt dan een rooster en dan krijgen alle spelers te zien. Jij bent om 13:30 aan de beurt op woensdagmiddag om even een paar videobeelden door te nemen. En hoe kan je, wanneer kan je het best diep staan? Wanneer kan je het best breed staan? Als Daniel Alves naar binnen komt, waar moet jij dan staan? Als jij de bal krijgt, wat verwacht ik dan van jou? Gewoon hele simpele, basale dingen die sommige trainers totaal niet doen. Ja, maar even serieus. Hoe kan je nou ineens, weinig balverlies leiden, overzicht houden, de juiste keuzes maken? Want hij deed voorheen toch maar wat. En dat was het ene moment was het geweldig. En het andere moment was het dat je denkt, waar is hij in godsnaam mee bezig? Ja, maar dat... Ja. Maar dat is toch vreemd dat in zo'n korte tijd dus gebeurt? Ja, maar je moet al... Ja, maar datzelfde geldt voor Raheem Sterling. Bij City. Terwijl van ook dacht, dat is een hardloper, die rent altijd de verkeerde kant op. En Guardiola is trainer en hij rent er eens de goede kant op. Ja. Ja, maar hoe kan dat? Maar ook zijn statistieken trainer. Trouwens, hè? Opvallend. Ja, elke 97 minuten een assist. En dat is een stukje beter dan... Dan de andere spelers in La Liga. Op 2 Oscar Trejo elke 183 minuten. En op 3 Benzema elke 195 minuten. Dus Dembele is echt een machine op dat gebied. Als hij inderdaad, zoals tegen Osasuna, als dit zijn niveau is, dan moet je hem een salaris geven van 80 miljoen netto. Ja. En hem voor 10 jaar vastleggen. Want dan komt hij aan 40 assists als dit zijn niveau is. Maar verwacht jij... Dat is het punt. Kan hij dit volhouden? Ja. Maar toen hij bij Dortmund speelde en toen... Barcelona 180 miljoen neerlegde om hem binnen te halen, omdat dit was de nieuwe Messi. Zo is het namelijk wel, hè? Ja. Toen hij binnenkwam, jaren geleden. Toen deed hij dit ook, onder Thomas Tuchel. Structureel. Structureel. Hij was structureel een heel jaar sensationeel in de Bundesliga. We wisten echt niet, ik heb het niet over dat ik het niet wist, maar ik keek ook naar de Bundesliga dat jaar en dacht ik ook van, wow, wat een voetballer is dat, zeg. Ja. Ongekend, ongelooflijk. Die vibe... Die heb je de laatste weken steeds meer bij Ousmane Dembele. We hebben er zelfs een VI Pro video over op moeten nemen. En nu, Het stond gewoon in de rooster. Maar Ousmane Dembele tegen Osasuna, eerste helft, qua passing, deed me heel erg aan Messi denken. En op de passing van Messi op Suarez. De bal op Torres die hij gaf, dat deed echt aan denken, ja. Ja. Nee, dat klopt, helemaal eens. De vorm van Dembele... zoals nu, de rol van Torres in de spits. In hoeverre heeft dat invloed voor Memphis, denk je? Als je kijkt, Fati komt er straks nog aan. Er is nog meer concurrentie. Ook Aubameyang zit erbij. Aubameyang is natuurlijk de concurrent van Memphis voor de spitspositie. En dan heb je Luc de Jong natuurlijk nog als breekijzer. Ja. Ferran Torres vind ik meer een vleugelspeler. Ik denk dat het een jongen is die kan en op rechts, maar vooral op links. En je hebt voor rechts nu twee echt wel verschillende soort spelers, maar wel twee ook dezelfde soort spelers. Hè, met Adama Traoré. Ja. Explosief. Met Ousmane Dembele die in de Osasuna... Met verschillende, één gaat buitenom en de ander gaat meer binnen door. Ja, precies. En dus het zijn allerlei soorten smaken nu bij Barcelona. Memphis moet vechten voor zijn basisplaats. Hij is zijn basisplaats kwijt aan Aubameyang, omdat Aubameyang zorgt voor snelheid en dynamiek. En dat is in de 16 meter. En Barcelona speelt op de helft van de tegenstander, zet hoog druk. Ja. Dan heb je, denk ik, misschien
Nu op dit moment heeft Xavi meer aan Aubameyang. Maar het is heerlijk om een speler als Memphis achter de hand te hebben. En ook in te kunnen zetten in wedstrijden. Dat je denkt, oké, we willen nu iets anders dan Aubameyang. Dus kan je Memphis inzetten of Luc de Jong. In de wedstrijd tegen Galatasaray was hij wel dreigend in een aantal momenten. Ja, precies. Ja, maar goed, we hebben het over Dembele. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Osasuna? Ah, ik vond een 10. Een 10 voor Dembele? Ja. Lekker zeg. Gaan we door naar de volgende. Er valt er eentje flauw achter de schermen. Nou, ze zijn in ieder geval niet in slaap gevallen. Nee, maar het is een klierbakken, joh. Oké. Hey, Cristiano Ronaldo. Je moet nooit te vroeg afschrijven, toch? Nee, maar je moet Cristiano Ronaldo sowieso tot zijn 44ste niet afschrijven. Want ik denk tot zijn 44ste? Die gaat door tot zijn 45ste, ja. 44ste. Verwacht ik. Nou, okay. Tom Brady was natuurlijk de gast bij Manchester United. Ja. En hoe oud is Tom Brady? Die is in de 40. Die is 44 en die gaat nu door omdat Ronaldo en Tom Brady in de afloop. Hey, je bent toch gestopt? Nee, ik ga nog een jaartje door. Maar Tom Brady is natuurlijk een goat. Zeker. En Cristiano Ronaldo is ook een goat. Ja, Tom Brady is vooral bekend om het aantal Super Bowls wat hij gewonnen heeft. Hè? Grote sporter in Amerika. Ja. Cristiano Ronaldo, verbaast jou de hat-trick die hij op zijn naam bracht? Nee, het verbaast me niet. Maar het zou me ook niet verbaasd hebben als je hem de hele wedstrijd niet had gezien. En Tottenham eroverheen was gegaan. Snap je? Dus dat is een beetje... Je weet gewoon niet wat je kan verwachten. Voorheen wist je gewoon elke wedstrijd... Hij wordt een aantal keer gevaarlijk en ga ervan uit dat hij ook scoort. Nu weet je dat hij los kan komen. Maar het kan ook zo zijn dat hij een wedstrijd onzichtbaar is. Ja, ik ben het wel met je eens. Maar ik zie wel de laatste twee wedstrijden. Dat is niet heel erg veel wedstrijden. Maar de laatste twee wedstrijden. Ik heb me altijd verbaasd over Pogba... naast Fred of Pogba naast McTominay. Dat heb ik me altijd over verbaasd. Omdat Pogba bij Frankrijk... Ja, platform, plekje voor hem gezocht. Nee, maar als je gaat kijken naar Frankrijk... heb je een Kante, Rabiot en Pogba. Maar Pogba is de vrije speler eigenlijk. Ja. Die speelt in de rechterzone, maar mag het veld zo... en Rabiot zorgt voor de controle samen met Kante. Bij Juve, de Pogba, had je Pirlo... en bijvoorbeeld een Marquisio of zo. In ieder geval... verdedigend was in balans. Nu heb je dan Fred, die een geweldig wedstrijd speelde tegen Tottenham. Matic, die tot die klaar was met rennen, had niet meer kon rennen, speelde een geweldig wedstrijd. Die gaf ook een van de assists. Geweldige voorzet. Maar Fred, Matic, dan heb je Pogba als een soort spelmaker. Maar iemand die dan ook een middenvelder is. En Jadon Sancho is daar ook een beetje door bevrijd. Ja. En op rechts, dan moet je iemand neerzetten. En dat kan Rashford zijn of weet ik veel wie dat kan invullen. Maar de logica van het Maar het moet vaak wel een snel iemand zijn, toch? Omdat je moet wel zijn snelheid allemaal hebben, jongens die in de bal komen. Dus je moet iemand hebben die ook van de bal weggaat. Klopt. Toch? Ja. Maar als je Cristiano Ronaldo hebt en je weet wat zijn kwaliteiten zijn... dan moet je wel ook het elftal zodanig inrichten... dat je misschien hem op zijn kwaliteiten benut. En dan is het logischer om Pogba naar voren te zetten... als dat de optie is als je geen andere spelers hebt... En McTominay is ook gewoon een beperkte speler. Maar als er geen plek voor Pogba is, dan is dat toch ook een keuze? Tuurlijk, maar er zijn andere spelers op dit moment die het middenveld kunnen vormen, toch? Maar ik vind het wel grappig, ook Fred heel veel kritiek gekregen... en die nu onder Rangnick toch al een aantal goede wedstrijden heeft gespeeld... maar ook een speler is die zijn kwaliteiten nu een klein beetje uitkomen. En dat als je spelers beter ziet worden... Dus Jadon Sancho zie je beter worden. Ja. Die speelt nu beter dan een paar maanden geleden. Dus die maakt nu iets meer indruk. Je ziet Fred beter worden. Ja, Ronaldo is zichzelf. Momenten, heel goed. En je ziet een aantal spelers beter worden. Alleen dat geldt nog niet voor de hele linie. Want de defensie is nog steeds een probleem achterin. Maar ik vind United, kijk, een geweldige overwinning. Mooie doelpunten gezien, maar dan nog... we weten allebei, het kan volgende week zomaar echt totaal anders zijn. Dat je echt een vreselijk United ziet. Maar het kan ook weer zijn dat je echt een voetbalshow in een voetbalshow terechtkomt, toch? Zolang Ronaldo meedoet wel, ja. Want het is niet uitsluit dat die hat-trick nummer 60 eraan komt. Nee, want ook op basis van hat-tricks in de 5 grote competities. Oh ja, leuke statistieken inderdaad. De meeste hat-tricks in de grote 5 competities deze eeuw. Op 1 Ronaldo, 38. Op 2 Messi, 36. En op 3... tijd niks. Op 3 een enorm gat. Lewandowski 16 en Suarez 16. Dus wel echt 38 hat-tricks in de grote 5 competities en 59 in totaal. Weet je hoeveel goals dat zijn? Ja, dan alleen moet je keer 3 doen. Ja, dan moet je inderdaad keer 3 doen. Ja. Ja, dat zijn heel veel goals. Ja, dat zijn heel veel goals, ja. Maar wat me eigenlijk in deze statistiek het meest opvalt...
dat Lewandowski er maar 16 heeft. Voor mijn gevoel waren dat er, ja, dat meer. Ja, maar Lewandowski heeft nog een paar jaar te gaan en die moeten nog een paar bijmaken, ja. Ja, maar Lewandowski is natuurlijk nu de afgelopen 3-4 jaar een soort van Ronaldo-achtige speler die er ja, belachelijk veel maakt. Ja. En die heeft er nu al bijna 50 in liggen in het seizoen, dat is ongekend. Maar Ronaldo en Messi, en daarom denk ik dat Bas heeft natuurlijk excuses moeten aanbieden maandagmiddag. Maar Bas heeft natuurlijk ook de top Ronaldo meegemaakt, de prime Ronaldo, de grote Ronaldo. Bij Real Madrid, dat was een fenomeen. Dat was een van de allerbeste spelers ooit, samen met die Messi, die ook een van de allerbeste spelers ooit is geweest. Die werd uitgefloten. Ik denk dat het lastig is om daaromheen te kijken, maar Ronaldo wordt ouder. Maar de oude Ronaldo is nog steeds een paar klassen beter dan bijvoorbeeld Ivan Toni. Ja, dat zeker, ja. Ja. Alhoewel, ik heb ook weer aan je moeten denken toen Ivan Toni er weer eens twee binnen jankte. Brentford, die houdt hij gewoon in. Misschien zit hij de volgende week in het elftal. Zou zomaar kunnen, toch? Nou, ik had eigenlijk Ivan Toni willen kiezen. Maar ik heb een speler van Paris Saint-Germain gekozen en ik begin me steeds meer af te vragen waarom. Ja. Ronaldo is nu 37, Ronaldo 38 hat-tricks. Hij krijgt een 10. Maar dat is best wel bijzonder, want dat feit zijn we een beetje aan voorbij gegaan misschien afgelopen weekend. Maar het is nu de grootste, beste, qua statistieken, 807 doelpunten. Het is de doelpuntenmaker uit de historie, hè? De voetbalhistorie. Dat gaat nu 1. Daar wil ik ook naartoe. Daar wil je naartoe werken? Ja, een beetje wel. Want jij zegt 44, gaat hij de 900. Wanneer wil de 850, gaat hij dan nog halen? Als hij tot zijn 44e doorgaat, goaltje of 20 per jaar de komende 3 jaar, dan komen er 60 bij. Dan staat hij op 867. Dan, daarna nog 10 per jaar. Ja, die 900, die gaat hij misschien aantikken op zijn 45e. 900, oké. Okay. Maar goed, je gaf hem een 10. Dan gaan we door naar de laatste aanvaller. En dat is Neymar. Was het een lastige keuze? Ja, dat was wel een lastige keuze, ja. Want waarom zou je Neymar kiezen? Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Maar ik was ook vooral benieuwd naar de statistieken. Dus ik dacht, goh, wat zou Canada ervan vinden? Oké, okay. En waar komt Canada mee? Nou, dat gaan we zo wel behandelen. Maar Neymar wordt natuurlijk al tijdens de warming-up uitgefloten. Er is nog wat om te doen om Neymar al jaren. Zeker. En er is Messi bijgekomen. Daar is ook al maanden wat om te doen, omdat hij maar 2 doelpunten heeft gemaakt in de competitie. Dan winnen ze met 3-0 van Bordeaux. Ze worden allebei uitgefloten. Wijnaldum trouwens ook, daar hebben we het niet helemaal niet over gehad. Maar Wijnaldum wordt ook uitgefloten. Is toch ook zo'n arme jongen. Kan er toch niks aan doen? Nee, voor die paar optredens kan je moeilijk uitgefloten worden. Maar ook die is, die wordt geviseerd. Maar ik vond Neymar, ondanks het feit dat... Ik zat me voor te stellen, stel je voor, je bent speler van Ajax. En je wordt door een volle arena in de competitiewedstrijd 9 minuten lang uitgefloten, voor de wedstrijd uitgefloten. En je bent ook nog eens een van de meest opvallende spelers van die ploeg. Stel je bent Sebastian Haller. En Haller die heeft al maanden niet gescoord en die wordt op die manier aangerekend dat hij tegen Benfica een stafschop miste en een bal overkopte. En de volgende wedstrijd is Haller de kop van Jut. En 5000 man fluit hem volledig uit. Dat doet mentaal wat met je. Dat gaat in je lijf zitten. Ja. Dan kun je eigenlijk niet meer voetballen. Dat doet iets met je, toch? Zeker. Maar ik heb bij Neymar doet het ook iets. Want hij was heel erg bezig met niet laten zien dat het hem iets deed. En toen hij die 2-0 maakte, was wel bizar. Toen klonk ook gefluit. En werd dat was het meest opvallend. Want Dembele kwam er zo en die maakte wereldgoal. Het was klaar. Ja. En daar bleef het door. Nou, ze zijn echt helemaal klaar met Neymar. Maar het is ook heel makkelijk om klaar te zijn met Neymar. Maar hij is natuurlijk ook de 30. Hij is onlangs 30 geworden. Hè. Het is ongeveer een oude man aan het worden. We hebben het steeds over de oude mannen Ronaldo en Messi. Maar Neymar is ook een 30er. Maar totdat ik dat statistieken uit Canada kreeg. En daar werd ik toch heel blij van. Omdat ik dacht, van, ja, ik heb voor Neymar gekozen. En ik zag ook dat een aantal Franse websites die cijfers uitdelen. Die gaven me 7. Dat, goh, die het zijn wel eerlijke mensen die gewoon voetbal kijken. Ja. En buiten dat gefluit uit... gewoon keuzes kunnen maken. Nou, 1 goal. 8 dribbles aangegaan. Ondanks dat hij compleet uitgefloten werd. Dus het hoogste aantal PSG. Ja. 25 duels uitgevochten. Hoogste van het veld. En toen dacht ik, hè? Wat is hier aan de hand? Ja, maar die 25 duels, want daar haak ik wel een beetje op aan bij jou. Ja? Zijn dat momenten dat hij gaat dribbelen, dat hij onnodig in een duel terechtkomt? Ja, wordt dat dan ook zo aangerekend? Ja, ik weet niet precies de definitie van duel. Want bij een duel denk je toch, er komt een bal aanvliegen en je gaat een duel aan met een verdediger. Dat is een verdedigende actie. Ja. Het kan vanuit zijn aanval, precies. Kan hij in een verdedigende actie terechtkomen. Precies, dus het zegt, maar je ziet,
aan dat, je ziet wel dat hij dus niet er met de pet naar gooit. Dat hij die wel eens wel aangaat. Ja. Maar het zorgwekkende is, en dit seizoen pas bij 10 goals direct betrokken in 20 wedstrijden. Dat vond ik wel, want normaal gesproken loopt hij wel 1-1 min of meer. Ja. Dus het laatste seizoen waren sinds hij bij Paris Saint-Germain speelt. Maar eigenlijk al, je ziet een dalende lijn qua creativiteit, qua doelpunten en qua intensiteit ook bij Neymar. En ik heb toch het idee dat Neymar nu een soort van de komende jaren, en of het nou wel of niet bij PSG is, maar ik denk niet bij PSG, een soort van luxe voetballer, een circusnummer, ja, een attractie. Een paradepaardje. Je kunt pronken met Neymar en misschien komt hij wel bij Newcastle United terecht, op links, plek van Ryan Fraser. Je weet het niet, of Saint-Maximin. Die houden niet zo snel uit, toch? Nee, ja, nou, maar kijk, met Neymar kun je een beetje pronken. En dat weet Neymar ook, hè, dat is een circusartiest, dat is een circusnummer. En het is ook een onwaarschijnlijk goede voetballer. En het doet mij wel een beetje pijn om dat af en toe aan te zien. Ik denk van, wat een goede voetballer. En hij kreeg ook weer ongelooflijk veel trappen tegen Bordeaux. Maar hij wordt ook niet echt in bescherming meer genomen. Niet door het publiek, maar ook niet door de scheidsrechters die het ook wel zat zijn. En je zag het ook aan het gedrag van onze Nederlandse trots, de scheidsrechter met Supermarkt. Ja, Björn Kuipers, die het ook wel zat was, hè, op een gegeven moment. Ik flik namelijk op Neymar met je gezeik. Maar ja, alle scheidsrechters in Frankrijk hebben datzelfde. Dus hij wordt helemaal kapot getrapt links en rechts. Ligt elke keer op de grond. En hij gaat ook snel liggen. Uit zelfbescherming ook omdat het een beetje een artiest of een toneelspeler is. En het komt allemaal samen. Maar het is heel verleidelijk en makkelijk om Neymar uit te fluiten. Om te haten, om op te spugen, weet je wel, als voetballer. Maar het is ook nog eens een geweldige speler. Dat is wel ingewikkeld. Maar wij hebben hier eerder een discussie over gehad. Dat doet toch juist een beetje afbreuk aan zijn kwaliteit, het gedrag. Het gedrag is toch gewoon ook irritant, of niet soms? Ja, ik heb daar geen moeite mee. Maar ik snap waarom jij er moeite mee hebt. Niet zozeer moeite, maar het is toch soms ook onnodig? Ja, kijk, ik snap waar het vandaan komt. En ik weet ook waar een beetje, ik begrijp ook wel waar de irritatie vandaan komt. En we hebben natuurlijk wel meer spelers gehad in het verleden die dit hebben. En hij lokt het zelf ook uit. Ook tegen Bordeaux was hij weer soms irritant aanwezig met valpartijen. Dat je denkt, je hoeft nu niet te vallen. Daarna krijgt hij echt een keiharde trap op zijn Achillespees. Dan hoor je wel te vallen, dan valt hij. En dan wijft hij zich dat weg. Dan wordt hij boos, gaat hij verhaal halen. Dat straalt weer af op zijn gezeik. Hè. Dan is er weer een zeikerd. Dus hij is continu in gevecht met zichzelf. En het is toch wel jammer dat er geen trainer is. Of Pochettino die dat aan zijn verstand kan brengen. Wat Thomas Tuchel wel lukte. Die daagde hem uit met binnen een wedstrijd opdrachtjes. Dus maar liet hem ook vanuit een bepaalde teamdiscipline spelen. Precies. Maar die was er ook heel slim in om hem te verleiden zich op voetbal te concentreren. Op een handige manier, op een slimme manier. Ja. En dat mis je nu bij Paris Saint-Germain. En ja, Neymar is nu een losgeslagen. Die is kop van jut. En eigenlijk kun je hem niet meer opstellen in thuiswedstrijden. Maar ook niet meer in uitwedstrijden, want hij is geviseerd. En ja, dit is wel een probleem. Geldt hetzelfde voor Messi? Nee, dat geldt niet voor Messi. Ik denk dat op een gegeven moment de mensen in Frankrijk, de supporters van Paris Saint-Germain, tot de orde gaan roepen dat je Messi uitfluit. Dat Messi binnenhalen werd als groot feit gezien bij Paris Saint-Germain. Stel je voor dat Messi zijn tas inlevert met kleding, zijn Paris Saint-Germain shirt, zijn schoenen en zegt: ik hoef niet meer te voetballen. Dat is tot in de einde der tijden. Is dat een feit dat allemaal Paris Saint-Germain hoort? Dit is de voetbalclub die de beste voetbal alle tijden verjoeg. Doordat hij werd uitgefloten. Dus dat is nogal wat. Zou ik als support niet op een gemeente willen hebben. Nee, dat blijft ook gek. Messi uitfluiten. Het schijnt dus nog nooit te zijn gebeurd door het thuispubliek. Ja, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat in Camp Nou is het Messi, Messi. Ja, maar serieus. In heel veel stadions in Spanje staande ovatie na weer een hat-trick of na weer een dribbel, mooie goals. Werd hij in al die stadions kreeg hij staande ovatie van voetballiefhebbers. En daar zijn er in Spanje heel veel van. En in Frankrijk ook af en toe. Maar het is een giftige club, hè, Paris Saint-Germain. Het gaat daar om andere dingen dan alleen voetbal. En binnen die giftige cultuur is hij nu een slachtoffer, zoals Neymar ook. Dat is toch wel aandoenlijk af en toe dat hij zegt, ja, in mijn kop, ik kan niet loskomen van die druk en dat voetbal. En ik wil af en toe ook gewoon lekker voetbal. Alleen, er moet zoveel en er gebeurt zoveel. En ja, je wilt toch eigenlijk Neymar gewoon lekker zien voetballen. Je wil hem eigenlijk zo zien voetballen zoals hij vroeger in Brazilië in een zaal voetballen. Vrij. Ja, of in zijn beste tijd. Alleen, hij wordt kapot getrapt. Ja. En de scheidsrechters beschermen hem niet. En hij wordt nu ook door zijn eigen publiek
min of meer kapot gefloten. Ja. En dat is triest. En wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Een 7. Een 7. Dat is een laag cijfer wat je ooit. Ja, maar ik heb hem ook geselecteerd omdat natuurlijk om andere redenen dan alleen voetbalprestaties. Want het is nou niet zo dat Neymar een grandioze wedstrijd speelde natuurlijk. Nee, nee, het is de meest opvallende speler in jouw ploeg. Zullen we dan maar snel naar de trainer gaan? Ik ben benieuwd wie dat is. Pioli. Ja. Qua verliespunten staat hij er goed voor met Milan. Ja. Won met 1-0 van Empoli. Doelpunt Kalulu. Bekeken schuiver. Nou, ja, met zijn verkeerde been. Met zijn verkeerde been inderdaad. Hoe knap vind je deze prestatie tot dusver? Ja, heel knap. Want als je mij van tevoren had gevraagd, zelfs in december, kandidaten voor de titel, had ik eerder Juve genoemd dan AC Milan. Ja. Wat ik weet van Juve, ja, dat is een of andere mini-kat met 10 levens. Die komen altijd weer terug. Maar wat AC Milan... Ik had ze niet eens als outsider. Nee, ja, misschien plek 4 van had ik al knap gevonden. Ja. Als je het spelersmateriaal ziet. Maar ook Kier zwaar geblesseerd geraakt. Mm. Een aantal spelers de Afrika Cup geweest. In januari weg geweest. Ja. Maar ja, ze hebben toch wel een aantal kwaliteitsspelers. En ja, het is toch wel knap dat, dat er nog twee andere draafdelegers geblesseerd raken naast Kier. Dat dan Pierre Kalulu in december opstaat en dan in januari, februari en eigenlijk met de week beter wordt. En daar als een grote patroon achterin de boel dichthoudt samen, ja, met Fikayo Tomori. En dat de linksbuiten nu steeds meer indruk begint te maken ook. Hè. Ja, Theo Hernandez al dat een fenomeen is. Ja, alleen die heeft af en toe een kortsluiting. En dan speelt hij weer niet mee, omdat hij geschorst is. Maar het is gewoon knap wat ze laten zien. Het zou echt heel knap zijn mocht Stefano Pioli dit elftal, wat eigenlijk aangewakkerd is, wat wakker gekust is door Zlatan Ibrahimovic. Dat zegt elke speler. Stefano Pioli is zo slim geweest om Zlatan... Terwijl zijn inbreng op het veld minimaal is. Ja, maar, het is, ja, maar als je al die interviews met die spelers leest, en het is verleidelijk natuurlijk ook om naar Zlatan te vragen als journalist, maar ik vind het gewoon leuk om spelers te leren kennen. Dus dan, als ik dan niks weet van Pierre Kalulu, dan zoek ik in de Franse media naar een leuk interview met Pierre Kalulu. En dan kom je vaak uit bij zo'n Frans tijdschrift, zo Foot, ja, of L'Équipe. En dan lees je zo'n interview en dan vraagt zo'n Franse journalist. En dat wordt dan in Frankrijk gepubliceerd, dus in Italië is dat dan minder. Dan kun je gewoon iets vrijer praten, zoals Nederlandse spelers in VI wat vrijer praten dan in de Engelse media misschien. Over de rol van Zlatan en hoe die ook met Pierre Kalulu bijvoorbeeld bezig is geweest. En die zegt, en ook op de training. En de lat heel hoog legt voor hem. En maar wel vaarlijk met hem omgaat. Maar keihard voor hem is. En die combinatie, dus Zlatan is echt. En dat geldt ook voor Theo Hernandez. Dat geldt voor al die andere spelers. Tomori, de, ja, doelman. Zlatan, die ook al speelt er niet mee, is binnen die club zeer belangrijk geweest in een mentaliteitsverandering. In het hoofd van heel veel spelers. Maar Zlatan is een kampioen in zijn hoofd nog, ja, steeds. Die wil kampioen worden. Die wil afscheid nemen met een titel. En die heeft de rest meegenomen in dat, ja, dat gevoel. Lekker voor een trainer ook als je zo'n speler hebt. Ja, nou, maar dat is cruciaal. Om een paar van zulke pionnen te hebben die, ja, als jouw ogen en oren functioneren. En zo'n spelersgroep ook uitdagen. Weet je wel, dat zo'n Pierre Kalulu, die speelt dat natuurlijk heel lang niet. Hè? Het is gewoon een jongen die is gehaald van een jongen voor heel weinig geld, 450.000 euro. Jong talent, we gaan die opleiden intern, ja, tot een goede verdediger. En dan komt hij er door omstandigheden dan in te staan. Maar de afgelopen maanden heeft hij wel lopen opbeuken. Bijvoorbeeld tegen Giroud en tegen een Zlatan op trainingen. En die gaan niet mals met hem om of zacht met hem om. Ja. Nee, die voeden hem echt op tot wat hij nu is. En dat al die spelers, onafhankelijk van elkaar, die zeggen dat in de interviews, dat de rol van Zlatan zeer belangrijk is. Naast ook de rust en de kalmte van Pioli. Want dat is wel een trainer naar mijn hart. Iemand die niet de credits naar ze toe trekt en in de media à la Mourinho gaat. Nee, maar dit is wel een trainer die ook wel een titel verdient, Stefano Pioli. Ja, gaan ze het volhouden, ja of nee? Nou, dat is die vraag die stel je me nu bijna elke week, geloof ik. Ik was geneigd nee te zeggen, omdat ik dacht Inter wordt wel kampioen, omdat die gewoon de beste spelersgroep hebben. Maar ik begin er steeds meer in te geloven, dus dat is mijn antwoord. Ik begin er steeds meer in te geloven, dus dat is ook leuk. Nou, ben benieuwd wat je volgende week gaat zeggen dan. Dan gaan we nu over naar de tribune, klanten in dit geval. Okay. En dat zijn Nusser Mazraoui en Hakim Ziyech. De bondsvoorzitter kondigde aan dat ze weer welkom zijn bij het Marokkaanse elftal. En de Marokkaanse fans hebben maar kort mogen hopen. Ja. Want ik blijf zeggen, we hebben dit eerder gehad natuurlijk over Ziyech. Ik vind het gewoon jammer als je twee zulke goede voetballers ziet.
het, laat maar zeggen, die wil je ook gewoon op een eindtoernooi zien. Ik had toch de stille hoop dat ze het wel zouden doen. En dat je ze op een eindtoernooi ziet. Ja, maar daar zijn het wel de spelers voor. Het zijn zulke goede spelers, die wil je op zo'n toernooi in actie zien. Maar het is natuurlijk wel onbestaanbaar of onmogelijk. Een onmogelijke situatie dat een bondsvoorzitter zegt dat het problemen uit de wereld zijn. Terwijl de spelers niet gesproken hebben met de trainer die ze een jaar lang genegeerd heeft. Dus ja, dat lijkt mij een beetje een rare situatie. En dat dan Mazraoui en daarna ook Hakim Ziyech publiceren van we gaan echt niet terugkomen. We hebben niet eens met de trainer kunnen spreken. En terwijl Mazraoui open stond voor een gesprek, maar dat staat hij al maanden. De bondscoach van Marokko, ik kan mij zo voorstellen de situatie. En je weet dat ik niet van voorspellen hou, maar dit soort voorspellingen doe ik wel graag. Dat het kan zo zijn dat in maart, een paar dagen voor de wedstrijd, dat de trainer op non-actief wordt gezet van Marokko. En dat Hakim Ziyech en Mazraoui alsnog kunnen spelen. Omdat ze dan misschien onder een nieuwe trainer, met een nieuwe frisse blik, wel weer bij die ploeg willen horen. Want nu is het natuurlijk raar, want het geldt niet alleen voor Mazraoui en voor Hakim Ziyech. Er zijn meerdere spelers die door deze bondscoach terzijde zijn geschoven, omdat het heeft dan met disciplinaire redenen. En ook al was het, kan je nog herinneren dat de persconferentie, dat hij zei, ook al was het Lionel Messi. Zelfs die had ik niet erbij gehaald als je zich zo zou gedragen. Maar er is een giftige situatie ontstaan tussen de bondscoach en een aantal spelers. En als je als bondscoach niet het fatsoen hebt, of niet de kloten of de ballen hebt om Hakim Ziyech en Mazraoui recht in de ogen aan te kijken en zeggen wat jouw probleem met hen is. En andersom, dat zij de kans hebben. Dat is ook de enige kans van slagen. Zij moeten eruit komen, alleen dan kan het terugkeren. Ja, maar daarom is er ook oorlog in bepaalde landen. En omdat er individuen zijn die niet helemaal in een bolletje hebben. Ja, blijft een pijnlijke kwestie. Dan gaan we over naar het hoogtepunt van deze show natuurlijk. De tussenstand van het Gouden Balklassement. Nou ja, uit de Gouden Balverkiezing. Er was natuurlijk de L'Equipe heeft dat aangekondigd, hè? In samenwerking met Frans Voetbal, dat nu per seizoen is vanaf dit jaar. Dus niet meer per jaar? Nee, het is niet meer per jaar. En ook het WK wordt meegenomen in de volgende Gouden Balverkiezing. Dus de WK telt niet mee voor de Gouden Bal dit jaar. Dat zou in de oude situatie wel zo zijn. Oh. Maar nu wordt gewoon ik denk in mei of juni, op basis van dit seizoen, wordt de Gouden Bal uitgereikt. Dus ergens in juni hebben we dan de laatste tussenstand? Dat denk ik wel, maar dat is wel toch een prettige verandering. Zeker. Dat het gewoon op basis van seizoen is, want alles is op basis van seizoen. Nou, dan zou het ook prettig zijn als jij stemrecht krijgt. Nee, dat zou ik ook mooi vinden. Maar dat heb ik toch, bij deze. 1-1 Lewandowski. Lewandowski. Laten we nu gewoon de actuele tussenstand van de Gouden Bal op basis van dit seizoen. Lewandowski. Op 1 Lewandowski. Op 2 Bernardo Silva. Bernardo Silva. En op 3 Mohamed Salah. Salah. Dat is de tussenstand in het Gouden Balklassement. Ik heb ook het idee dat we voor het eerst dat we een top 3 hebben van ik denk, dat zou het zomaar eens kunnen zijn. Maar dit is de actuele tussenstand en die kan morgen weer anders zijn, zoals de Bitcoin ook zeer veranderlijk is. Maar afhankelijk van de Champions League. Maar goed, dat zien we morgen weer tijdens de Champions League talk. Als je daarvan terug wil komen, dan heb je daar ook weer de ruimte om dat te doen. Ja, precies. Ja? Ja. Nou, Sully, bedankt voor je tijd. Jongens en jullie, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Laat in de comments weten wat je van het elftal vindt, maar ook van de tussenstand van de Gouden Bal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!